Hallo, vandaag zijn we in de straat Ivoorkust om een negatief beeld van deze straat te laten zien. Kom, we gaan een kijkje nemen. Hoi, mogen we u iets vragen? Hoi. Mogen we u iets vragen? Ja, natuurlijk. Wat vindt u van het verkeer daar voor de kinderen hier en zo, voor de kinderen? Erg gevaarlijk zo rondom de school. Oké. En wat vindt u negatief aan deze straat? Aan deze straat? Is er iets wat jullie vervelend vinden aan deze straat? Ja. Nee. Wat vind jij vervelend? Dat er auto's rijden. Dat er auto's ik rijden. Ik ook. Ja. Maar wij kunnen wel goed over de stoep, hè? Melle, wat vind jij? Auto's hier parkeren. Hier, weer zo'n drol. Bleh. Hondendrollen. Ik ga er beide van overgeven. Mogen we iets vragen over deze straat? Ja. Wat vindt u negatief aan deze straat? Het negatieve? Nou, dat je daar op bouwfonds uitkijkt op dit moment. Dat vind ik niet mooi, maar dat zal verdwijnen. Oké, en wat is daar zo negatief aan dan? Nou, vind je het een mooi gebouw? Nee. Okay, dat vindt u negatief aan? Wat is er negatief aan deze straat? We hebben veel last. Ik heb veel last in die steeg van ballen. Dan zeg ik bom tegen je muur om mijn auto beschadigd 2 keer. Nee, ik vind het niet echt prettig. Ze rijden ontzettend hard terwijl je maar 30 kilometer mag. Al die honden voor je deur. De kinderen kunnen ook niet in het gras even of iemand vissen, want ze zitten onder de hondenpoep. Nee, ik wil dolgraag weg. Over uw auto, waren dat erge beschadigingen? Ja, dat is een schade van over de 200 euro. Zo. Dus met een spijker gedaan. En ik kan het nog niet zeggen wie, maar ik denk die kinderen, want als je ze wegstuurt, hè, want ze zijn niet uit onze straat in die steek. Alleen maar bom en kraaien en gillen en met zo'n skateboard tegen die muren. Dan is het, ik mag hier van mijn moeder, maar nooit in een eigen straat, altijd bij ons. Zoals deze auto's rijden soms wel te hard. Heeft u last van die kinderen die daar af en toe spelen? Nee, helemaal niet. En bijvoorbeeld, ze laten heel veel rommel achter? Ja, dat merk ik wel, ja. Er mag wel meer wat aan gedaan worden. Wat zou u eraan willen doen? Nou, dat er gewoon, zoals het een buurthuis hier zit, hier in de Wijnenvennen, dat die er gewoon meer aandacht geeft. Aan kinderen van scholen, zeg maar, of andere scholen. Er zijn al speciaal scholen die daarmee starten. Om met vuil om te gaan. Hoe ze met vuil in prullenbakken moeten gooien. Of met knijpertjes. Hoe ze het in vuilniszakken moeten verzamelen, zeg maar. Dan wordt het door de gemeente wordt het dan opgehaald. Nou, dan blijft toch weer de wijken, zeg maar. En de natuur blijft toch weer een beetje schoon. Vandaag waren we in de straat Ivoorkust. Nou, we hebben gezien hoe erg de mensen het filmden. Ja, en dat er daar heel veel rommel was. Nou ja, kan deze er ook nog wel bij.